Goedemorgen, je zit op FM 102.8 of op middengolf 1512. En je zit meteen goed voor de eerste ochtendspits van Studio Brussel. Ja, ik denk dat de ultieme kwaliteit van radio altijd zal blijven. Dat is de vriend, de warme vriend, de verbindende vriend, die af en toe een verrassing in petto heeft en die een menselijke stem heeft. Maar als ze lang is er even wereldvrede, is de laatste strijd gestreden, is echt machtig als een lach. Ik denk dat dat zal blijven. Tot die dienst, maar ja, dat weet je natuurlijk. Elke dag tussen 8:30 en 9:30. Dat was natuurlijk Santana en I'll Be Waiting. Ja, ik heb radio vaak vergeleken met een hond. Iedereen kiest de hond die hij graag heeft om een vriendje te hebben in huis, warmte te hebben in huis. Om de vergelijking te maken met radio, kies je bijvoorbeeld voor een Radio 1 Bouvier of een standaard Clara poedel. Dus je kiest de hond die je graag hebt en eigenlijk merk je die niet op. Tenzij, als er iets rond het huis gebeurt, dan wil je wel dat die blaft en dat je weet dat er iets gebeurt. En dat verwacht je ook van de radio. Als er iets in de wereld gebeurt, moet de radio het zeggen. Er is ook een medisch hulpteam. Die kunnen uiteraard ook bij warm weer, als mensen bijstand nodig hebben, inspringen. Als het nodig is, kan de capaciteit uitgebreid worden tot 4000 mensen per dag. Nu, als je een hond hebt die de hele dag loopt te blaffen, daar heb je ook niks aan. Zorg dat mensen mogen afwijken. Verkeerde antwoorden bestaan er niet. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired. De warmste week van Music for Life. Probeer dingen, doe dingen. Het enige wat opbrengt in de wereld is afwijkend gedrag. Mensen en luisteraars waarderen dat ook.